Hey, hallo mensen van Black Rhino Gaming. Welkom bij een nieuwe video. Hier weer een video van The Last of Us. Een van de moeilijkere stukken die ik zelf pittig vond tijdens de Survivor Mode. Oftewel de Grounded Mode. Ik ben hier met David en we zijn in het laatste gedeelte gekomen van de houtzaag. Of de soort van oude fabrieksgrond in het bos. Waar wij de laatste horde van zombies moeten afvechten met echt heel veel weinig wapens. Dat kwam voornamelijk omdat ik in de eerste hut eigenlijk door allemaal kogels heen was. Ik heb hier nog één boog en drie rounds eigenlijk van de rifle. En ja, die kun je eigenlijk alleen maar gebruiken tegen de klikkers die hier voornamelijk verschijnen. Het eerste stukje is gewoon wel simpel te doen. Je wacht gewoon af totdat de walkers of de sprinters David aanvallen. En dan kun jij zelf gewoon met je mesje achter aanvallen. En dan moet je gewoon hopen dat ze kogels achterlaten. Zodat je eigenlijk later de klikkers die nog gaan komen kunt afmaken. Probeer de rest gewoon met pijl en boog te doen. En de meeste pijlen die je hier afschiet, die komen gewoon terug als je geraakt hebt. Dus dat is wel relaxed. Er komen heel veel sprinters. Af en toe komt er dus een klikker mee. Maar die kun je gewoon, als je gewoon je kogels goed opspaart, kun je die gewoon afknallen met je rifle. Dus dat is geen probleem. En de rest moet je gewoon op deze manier doen. Laat David lekker aangevallen worden. Ja, iedereen die het spel uitgespeeld heeft en op Easy of iets dergelijks weet dat David op het laatst, spoiler alert, fout wordt. Dus dat kun je lekker doen. Hij gaat toch niet dood. Het kost heel veel tijd voordat hij eindelijk doodgaat. En het is mij niet eens overkomen dat hij doodging op deze manier. Dus je kan hem gewoon proberen. Laat hem lekker aanvallen en besluip gewoon de vijanden van achter met je mesje. En zoals je ziet laten ze heel veel achter. Omdat je die zo meteen nodig hebt als je deze run in ieder geval cleart. Nou, je ziet me dat ik af en toe wel eens een shotgun gebruik, omdat het gewoon, makkelijk is. En ik had best wel veel kogels had. En ik had het al zo vaak geprobeerd, dus ik was er ook wel een beetje zat van. Maar deze run lukte. En hier zie je dat het eventjes rustig wordt. Wat er nu gebeurt is dat je van beide kanten twee klikkers naar binnen krijgt. Probeer die gewoon af te maken met een rifle. Lukt gewoon vrij makkelijk en de rest verspreidt zich aardig in de ruimte. De eerste die komt, die kun je alweer afknallen van afstand. Dus dat is ook wat ik meestal doe bij deze. Hup, is je gelijk dood, kun je je focussen op de klikkers die eraan komen. Ik weet niet waarom ik hier aan het schieten ben met scherp, maar dat had ik waarschijnlijk nog niet echt door. Ik heb deze later nog een paar keer gespeeld op Easy ook, maar ook op Survivor Plus. En dan kun je gewoon het beste gewoon met het mesje doen en de kogels voor deze mannen gebruiken. Even kijken, want nu komt er nog een klikker geloof ik van links. Ja, daar is hij al. En die kun je gewoon afknallen, want je hebt zat kogels op dit moment. En dan begint het hele feest. En als het goed is, ben je zuinig geweest met je molotov en met je spijkerkanon. Die je al eerder vond bij de dode mannen die in deze ruimte liggen. Dit is echt heel simpel om te doen, zelfs op Survivor. Laat gewoon de bloter in de fik vliegen. Pak dan gewoon je granaatje en laat hem er naartoe lopen en het is gewoon klaar. Hij is gewoon echt gelijk dood. Dus dat is gewoon prima te doen. En dan heb je nog een stuk of drie van die sprinters die eraan komen. Kill ze gewoon lekker met je mesje of met je kogels die je over hebt. Je krijgt hierna een cutscene, dus je houdt het toch niet over, laat ik het zo zeggen. Dus maak het gewoon lekker op het einde. Zorg dat je niet doodgaat. En dan heb je dit level gewoon gehaald, deze stage. Hierna ga je de brug op en kom je dus achter het feit dat David fout is. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Dit was weer een kleine walkthrough van een moeilijk stuk uit The Last of Us Remastered. En ik hoop dat jullie de volgende video's ook weer gaan zien. Er komen video's aan van Uncharted 4 die deze week uitkomt. Dus stay tuned. Bye bye.